deze nieuwsuitzending is voor het slapen gaan. Geen geschreeuw. Ook niet een luidruchtig muziekje na afloop. Ja, dan is de uitzending afgelopen en dan... En dan word je weer wakker. Dat is niet de bedoeling. Ik sluit heel rustig af. En de bedoeling is dat je tussen nu en een uur in slaap gevallen bent. Ah, je ligt lekker in bed, mag ik hopen. Ja, of op de bank. Draai nog even lekker om. Morgenochtend wordt het toch wel. Of je in slaap valt of niet. De ochtend komt heus wel. Lekker kalm. Ik probeer mijn stem zo, net als een hypnotiseur. Ga lekker slapen. Ik ga het hebben over veranderingsangst. En het heet op zijn netjes metathesiofobie. Een metathesio, dat zal wel staan voor verandering. Fobie is angst. Het heet ook wel tropofobie. En de definitie is... fobie of angst om dingen te veranderen of om te verhuizen. Nou, dat laatste kan je weglaten. Ik zou zeggen... ja, veranderingsangst. Angst voor veranderingen. En dat is hoor. De moeder van mijn kind, die heeft dat. Wist ik niet. Maar. Man, wat was ze? Ze is bang. Ja, waar komt dat vandaan, hè? Waarom is iemand bang voor veranderingen? Nou is die persoon in kwestie niet alleen bang voor veranderingen, maar ook bang voor spinnen. En bang voor van alles. Was er helemaal in de... Ja, waar komt dat vandaan? Ik snapte er niks van. Hè? En ik ging iets van 9 jaar met haar intensief om. En toen kwamen er echt enorme grote problemen. En we zaten bij een therapeutisch behandelingsgespreksinstituut. En zij mocht haar verhaal doen. Toen werd er aan haar gevraagd. Vertelt u eens wat over uw jeugd? Waarop zij zei, liever niet. Ja, zeiden die mensen van het instituut, twee vrouwen. U komt dan hier naar ons toe met een hulpvraag. Ja, dat betekent dat wij u gaan helpen. En daarvoor gaat u vertellen wat er gebeurd is in uw jeugd. En al wil je het niet, dat maakt niet uit. Maar doe het toch maar. Begin maar ergens. Noem eens een... doe eens een greep in de grabbelton. Nou, toen kwam het verhaal eruit. En ik had ogen als theeschoteltjes. Wat krijg je nou? Wat heeft mijn schoonvader uitgefroten? Ja, wist ik veel. Die vrouw, de moeder van mijn kind, die heeft ook, hoe noem je dat? Dat valt in cluster B van de DSM-4. Cluster A, dat is fobieën. Ik weet niet eens of in de DSM-4 of 5 metathesiofobie erbij staat, hoor. Ah, je arachnofobie, en je hebt pleinvrees, hoe heet dat ook alweer?
En dan de derde cluster, dat zijn de psychoses. De mensen zien ze vliegen, zoeken overal wat achter. Die zien correlaties die er helemaal niet zijn. En die middelste, dat is de categorie van de psychopathie. Heeft zij ook. Dus met opzet dingen in het honderd laten lopen. Dus op een dag, ik bel mijn dochter op haar mobiel. Toet, er wordt niet opgenomen. Gelijk op de voicemail. Dus ik bel naar het vaste nummer. Ze was thuis bij de moeder. En die moeder was niet thuis, maar in het ouderlijk huis. Dus ik probeer die vaste lijn. Nou, nam ze op. Ik zei, ze moet even dit en dat weten. Ze zou komen eten en ik wilde weten of haar vriendje mee zou komen. Ja, dan moet ik wat meer in huis halen. Ja, de vriendjes zou mee eten. Oké, is goed. Ik zeg, en waarom nam je je mobieltje niet op? Ja, zei ze, ik ben mijn oplader kwijt. Dat ik, oh nee, niet alweer. Zo kan het nou? Ja, zei ze, ik snap het ook niet. Die had ik op tafel neergelegd, maar ja, hij is weg. Zo, nou ja, ik had al een keer een nieuwe oplader voor het betaald. Je gaat me even lekker zoeken. Die oplader lag dus kennelijk op tafel. Ja, die ligt niet in de vuilnisbak, mag ik aannemen. Ga maar zoeken. Nou, komt ze even later met een vriendje, als ze bij mij binnen. Zeg, oplader gevonden? Ja, zei ze, heb ik gevonden. Zo. En waar lag die dan? Nou, zei ze, op tafel stond de printer, zo'n inkjet printer. Die heb ik ooit gekocht. Ja, die printer die stond op zijn kant. Nou, toen dacht ik, toen ik aan het zoeken was, van hé, die printer staat op zijn kant. Weet je, die zal ik eventjes op zijn vier pootjes zetten. Want straks valt die om en dan gaat die kapot gaan. Hè. Dus zij zet die printer zet ze plat. En ja hoor, daarachter, daar lag de oplader. En mijn dochter vertelt me dat. En ik zei tegen mijn dochter, dat heeft je moeder met opzet gedaan. En mijn dochter die kijkt me zo aan. Nee, dat was een ongelukje. De vriendje die erachter stond, die zat te knikken. Ja, dat heeft ze met opzet gedaan. En dat soort dingen doet ze. Dat is echt... Het heet gaslighten. Ja, dat heeft dus te maken met een traumatische jeugd. En dan kan je al lopen brullen van in de DSM-4 of 5 staat dit of dat. En dan moet die en die pil bij. Nee, daar helpen helemaal geen pillen tegen. Iemand is behoorlijk verwaarloosd en mishandeld in de jeugd. Dus het komt nooit meer goed. Ik kan me niet voorstellen hoe. Ja, door Christus Jezus in je hart te sluiten. En dan hou je er wel mee op. Maar dat zie ik haar niet doen. Voor haar is het zo dat alle geloven, dat leidt alleen maar tot ruzie. Dus die wil geen Bijbel lezen, die wil geen berouw tonen. Nee, meer. En toen na het bezoek aan die therapeut, waarbij ze ondervraagd werden, toen is er geconcludeerd na 2 sessies van ieder een uur, dat zij veranderingsangst had. En dat zij zich moest melden bij, de huisarts in eerste instantie. En dan doorverwezen worden naar een therapeut. Ja, en zij zo lekker knikken. Ja, oh ja, inderdaad hoor. Ja, poepoe, nou. Dan zaten we in de trein terug van Nijmegen naar Arnhem.
En toen zei ze tegen mij van, nou, en wanneer ga je in therapie? Ik zeg, wat? Ja, zei ze, wanneer ga je in therapie? Dat is net gezegd, jij hebt een jeugdtrauma. En wanneer ga je er nou wat aan doen? Want ik vind het behoorlijk ondraaglijk, hoor. Dat jeugdtrauma van jou. Ik wist niet wat ik hoorde. Na 9 jaar. In eerste instantie dat ik hoorde wat mijn schoonouders hebben uitgevroten. En in tweede instantie dat ze dan zegt van, ja, dat hebben jouw ouders jou allemaal aangedaan. Maar dat is helemaal niet waar. Ik ben helemaal niet ondervraagd, al daar. Helemaal niks. Ik heb er alleen maar bij gezeten. Dat is een groot probleem, hoor. In de samenleving. In de zin van kinderen die verwaarloosd, zeker mishandeld zijn. Of niet behandeld zijn. Niet goed behandeld zijn door hun ouders. Dat wordt niet leuk. Voor die nieuwe mensen. Die missen een gebrek aan vertrouwen. Achterdochtig. Oh, er zal wel wat achter zitten. Ja. Dat is een grappig verhaal. Dat was in de tijd dat ik nog met haar wettig getrouwd was. En de bassist van mijn band, die was inmiddels ook getrouwd. Die hebben 2 kinderen. En dan gingen we daar op bezoek. En dan kwamen die mensen bij ons op bezoek. En toen de laatste keer dat we daar op bezoek gingen, toen werd er gesproken tussen de moeder van mijn kind en de vrouw van de bassist. Nou, ja, dat moeten we binnenkort nog een keer doen. Hè? En die 2 vrouwen die zouden elkaar bellen. En ja, de bassist en ik die zouden het wel horen. Zo. Nou ja, best. En dan een paar maanden later, de moeder van mijn kind komt naar me toe, helemaal boos. Ja, en jij zit me weg te houden bij jouw vriendenkring. Ja, hoezo, kom je daar nou bij? Ja, zei ze, want wij zouden toch nog langs gaan, een afspraak maken met de bassist en zijn vrouw en die kinderen. En dat is helemaal niet gebeurd. Ik zeg, jij zou bellen met de vrouw van de bassist. Of vice versa. En de bassist en ik, wij zouden het wel horen. Jullie even een datum prikken, een weekend prikken. Bekijk maar wat je wilt doen. Dus wij mannen zorgen wel voor het regelen van de auto en dat soort dingen. Oh, oh, oh. En toen later bleek dat zij ermee bezig was. Ze had tegen haar vriendenkring allerlei leugens verspreid over mij. Ja, dat was niet de bedoeling dat ik erachter kwam. Dus zij was bezig om mij buiten haar vriendenkring te houden. En toen dacht ze, oh, 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 dan is Perry dat ook aan het doen. Nee, dat deed ik helemaal niet. Maar dat dacht ze wel. Ja. Hey, al die fobieën, dat is heel vervelend. Maar die mensen die fobisch zijn, die zijn ook heel vervelend. Die raken van alles in paniek. Er was een keer, dat was haar broer en zijn vrouw en die 2 kinderen. Die kwamen even langs op in Arnhem bij ons. Nog even thee drinken. We waren met z'n allen ergens naartoe geweest. Maar ze kwamen nog even thee drinken. Maar ze moesten snel door naar Wageningen. En ik zou wel thee zetten. Ja, ik doe de warme kraan open. Laat hem even doorstromen.
Nou, dan komt er water uit met 70 graden Celsius. Daar vulde ik de fluitketel mee. Zij ziet dat. En haar broer ook. Hè. En die raken in paniek, joh. Ja, je zit ons te vergiftigen. Dat kan niet. Heet water uit de kraan. Zit vol met zware metalen. En ja. Dat is helemaal niet zo. Er is niks aan de hand. Ze wilde toch snel weg? Nou dan. Dan moet dat theewater zo snel mogelijk gaan koken. En we hadden geen waterkoker. Ja, dan maar even zo. En om het verhaaltje af te maken, ja, er is inderdaad een probleem. Dan gaat het over lode waterleidingen. Niet zo'n goed idee. En waterleidingen werden gemaakt van lood. Want ja, lood roest niet. Of nou, nee, roest niet. Dat kan wel, loodoxide, dat wordt gebruikt in een verf. Dat mag denk ik ook niet meer. Ja, en er zijn gevolgen van geconstateerd. Dan heb je die hele lange waterleidingen, kilometers lang. Ja, en dan staat het water, staat er 's nachts stil in die leidingen. En dan 's morgens gaat het weer stromen. Ja, dan heb je lood in je water. Kleine deeltjes. Maar ik had het over een boiler. En die is gemaakt van roestvrij staal. En die leiding van de boiler naar de kraan is ongeveer 2 meter lang en bestaat uit koper. Eww. Ja, daar is niks mee aan de hand, hoor. I'm bang, joh. Ja, dat is die fobie, hè. En die fobie, die zit dan ergens diep binnenin. En dan heb je ook veranderingsfobie. Toen mijn kind 3 was, werd het mobiel. Ze had meer ruimte voor zichzelf nodig, hè, het kind. En buitenspelen, dat kon in die buurt niet of nauwelijks. Dus ik wilde verkassen, verhuizen. Niet ver weg of zo, wel in de buurt van Arnhem blijven. Ja, Westervoort, Driel, Duiven, Dieren. Wat heb ik nog meer? Velp, noem maar wat. Een eensgezinswoning. 2 verdiepingen en een zolder. En een tuinhuis. Een schuurtje. Nee, dat zat er niet in. Totale paniek, man. En toen begreep ik het niet. Ik snapte er niks van. Maar nu wel. Wat erg lastig is, of was, mijn dochter die ontwikkelde zich. Oh, dat vond ze ook verschrikkelijk. Dat heeft ze ook tegengehouden. Waar maar mogelijk. Mijn dochter die had ik op keyboardles weten te krijgen. Zij wilde dat zelf, hè? Zo. Was mijn dochter was 6 of zo. Er zijn 6 lessen of 7 lessen of zo heeft ze gehad. Ah, die moeder ging helemaal uit het dak. Dat moest stoppen. Want haar kind zou dan leren keyboard spelen en ja, daar had ze niet zo'n zin in. Want dat is een verandering.
En nu gaat mijn dochter per 1 januari 2019... gaat ze op kamers. Hehe. Eindelijk. Heeft ze goed uitgerekend. Financiën voor elkaar. En, ja. Schoolresultaten zijn goed. Dus heb je iets van beurs of hoe weet dat? Renteloze huppeltje pup. Van lening. Maar ze kan zelfstandig gaan wonen. Mooi zo, denk ik. Eindelijk. Maar die verandering, hoe die moeder daarmee om zal gaan. Je ne sais pas. Ik zou het niet weten. Maar die krijgt er nachtmerries van. Zo, die woning waar mijn kind geboren is. Er was een soort veranda achter iets met een heel lelijk aluminium hek. Een walgelijk ding. Ah, gewoon heel normaal. Maar het zag er niet echt vriendelijk uit. Hè. Van het grijze aluminium. Nou, ik heb er gebeld met de woningbouwvereniging. Van, mag je daar een klodder verf overheen smeren? Oh, jawel, zei die vrouw. Dan ga je gang. Maakt niet uit wat voor kleur, mag je zelf weten. Oh, nou, mooi zo. Ja. Nou, ik naar haar toe. Ja. Kom, we kopen 3 potten verf. Een pot met gele verf, een pot met groene verf en een pot met rode verf. Schilderen we dat hek, dat rek. Hek, ja. Dan schilderen we rasta kleuren. Of je neemt blauw erbij. Dan hebben we 4 potten verf, maak het uit. 4 potten verf. 3 kwasten. 1 kwast voor mij, 1 kwast voor mijn kind, 1 kwast voor de moeder van mijn kind. En we gaan lekker kwasten. Ja. Spijltje voor spijltje. Daar ben je wel even mee bezig natuurlijk. Maar, ja. Oh, lekker vrolijk. Zij, man. Geen schring aan maar uit het dak. Nee, niet het hekwerk. Nee, geen kleurtje. Nee. En dat plekje, daar lagen dan die grijze tegels. Hele maffe dingen met piepschuim onderkantje. En dan aan de bovenkant een laagje, wat is dat? Beton of zo. Cement. En van die stomme tegels. En dan was ik in de bloemenwinkel. En daar hadden ze hele leuke vlondertjes liggen. Van het hout. Dus ik vraag aan die vrouw van de bloemenwinkel. Van, wat kost dat? En waar haal je dat? Nou, die haalde je bij de intratuin. En die kostte maar geen drol. Dus, nou, zo groot is die veranda niet. Dus, ging om 6 vierkante meter hoog uit. Iets meer misschien. Nou, kostte geen rol. Dan zie ik naar haar toe, naar de moeder van mijn kind. Met die veranderingsangst. Die metathesiofobie. En ik zeg van, ik heb een leuk idee. Al die grijze stomme tegels, die donderen we weg. En er gaat lekker hout in. En dat halen we bij de intratuin. En het hele geintje kost ons €100. Dan heb je een mooi houten vloertje. Lekker warm aan de voeten. Maar die ging helemaal uit de pan. Waar was ze nou bang voor? Oh ja, voor de wolram zouten. Dat is impregneermiddel. Dat wordt toegepast hoor. Daar heeft ze wel gelijk in. In Friesland is er een probleem geweest. Met die wolram zouten. Die beschuttingen.
voor de sloten daar. Hè? Die werden dus met hout werd dat in de grond geramd. Ja, dat hout gaat rotten in dat water. En als je dat impregneert met wolramshout. Ja, dan gebeurt er verder geen donder. Toxisch namelijk. Maar als je kilometers van die vaarten in Friesland gaat beschotten, beschutten met hout geïmpregneerd met wolramshout. Ja, dan gebeurt er wat met de waterkwaliteit. Ja. Niet dat het heel erg is hoor. Het is een. Als je dan net nieuwe ja, palen, whatever, planken erin hebt gedaan. Dan krijg je tijdelijk een verhoging van de wolramzoutconcentratie in het water. En dat heeft een effect op de plantengroei en daarmee op de visjes. Maar dat ebt weer weg. Ja, niet per se reden om de politie te gaan bellen. Maar ze hebben er wel spijt van gehad. Dat wel in Friesland in bepaalde kanalen of waarten altijd consequenties. Waar ze geen rekening mee hadden gehouden. Oeps. Ja, dat is wat anders. Dan praat je over duizenden vierkante meters aan hout met wolramzout geïmpregneerd. Snap je? En we hebben het hier over zeg maar 8 vierkante meter. We hebben het gehad. Nee, ze wordt helemaal bang. Verhuizen wilden ze niet. De woning opknappen wilden ze niet. We hadden een souterrain. Dat was vochtig. Dat was op de Spijkerstraat. Dat is tegen de Bult aan van Arnhem. En al dat regenwater, dat stroomt allemaal richting de Rijn. En dat stroomt dus onder of langs die souterreinen. Ja, het water glinsterde daar tegen de muur, hoor. Zo vochtig was het. Nou, ik tegen haar, van kop, dan moeten we wat aan doen, hè. Dan gaan we dit doen en dat doen. Ja, nee. Nee, dat kon niet. Helemaal bang. Dus bleef dat zoeter, hè? Zo vochtig als wat. Ik wil maar zeggen, die mensen met metathesiofobie, het is best lastig om daarmee samen te wonen. Dus niet eenvoudig. En het enige waar het om ging is dat het souterrain had één deur naar boven. Dus naar de verdieping waarop wij woonden. En daar was een deur en die stond regelmatig dicht. Ja, en dan blijft die waterdamp, die blijft in het souterrain hangen. Als je die deur er nou uithaalt en daar een gordijn voor terug. Ja, dan gaat die waterdamp eruit. Blijkt mij. Een beetje open gordijn, zou ik zeggen. Een soort van vitrage. Met een patroontje erop. Een leuk kleurtje. Ja, dan gaat die waterdamp, die gaat er vanzelf uit. Nee, dat mocht niet. Hé, die deur die moest erin blijven. En de deur moest dicht. Ik zei, ja, maar die waterdamp dan. Dan zei ze, dat moet er maar anders weg. Dat gaat anders weg, hoor. Ik zei, nee, maar hoe moet die dan weg? Nou, gewoon zo. Ik zei, nee, dat kan helemaal niet. Ah, jawel, zei ze, dat kan wel. En draait zich om en loopt ze weg. Maar dat kon helemaal niet, wat ze zei. Elke verandering, maakt het niet uit. Nee, dat gaan we niet doen. Heel lastig om een team te vormen met zo iemand.
Of beter gezegd, het is onmogelijk om een team te zijn met zo iemand. Dat kan niet. Mensen met veranderingsangsten, een jeugdtrauma, daar komt het op neer. Ja, het is zielig hoor. Maar je kan er niks mee. Je kan er geen planningen mee maken, je kan echt helemaal niks. Ze raken in paniek van het minste of geringste. En dan worden scheldpartijen. Zo, dat net. En veel mensen hebben dat. Heel weinig mensen hebben een fatsoenlijke jeugd gehad. Er is altijd wel iets. Ik heb ook zo'n jeugd gehad met iets. Alhoewel, ik heb geen veranderingsangst. Ik heb ook helemaal geen neiging om de voeding van een iPhone te verstoppen achter een omhoog geklapte printer. Waarom zou ik dat doen? Helemaal niet. Maar sommige mensen hebben een dermate ernstige verwaarlozing, zeker mishandeling, ervaren op jonge leeftijd. Ja, dan wordt het een ander verhaal. Dat is heel moeilijk, hoor. Want die moeder van mijn kind, die persoon, dat is niet de enige. Als die personen, de moeder van mijn kind, als die dan over enige jaren of zo, dan zal ze moeten gaan verhuizen. Dat wordt een drama. Want dat wordt een grote verandering. En nu ons kind de deur uitgaat, op 1 januari, ja, wat er ook zijn. Ik ben benieuwd hoeveel last mijn kind daarvan gaat krijgen. Wat over de zeik zal ze gaan. Lastig hoor, om met die mensen om te gaan. Beter gezegd, dat is onmogelijk. Alle medelijden, wat best. Maar ik kan er niks aan doen. Ik heb haar in contact gebracht met iets van 8 therapeuten. Die allemaal een beetje met een vinger in hun neusgat naar het plafond kijken. En zeggen we, joh, we snappen er ook niks van. Op 3 personen na, waarvan de moeder van mijn kind zei, ja, dat zijn ongelofelijke e-holes. Daar luister ik niet naar. Ja, want die hadden in de gaten wat er aan de hand was. Bizar hoor. Was een keer een zondagochtend en zij was uit geweest tot 4, 5 uur 's nachts. En ik was 's morgens om 6:30 opgestaan met mijn dochter. Ontbijtje, een beetje koffie drinken, checkie roken, mijn dochter tv kijken. Want dat mocht dan van haar, van 9 tot 12.
En toen zei ik tegen mijn dochter van, zullen we een bureautje gaan maken voor jou? Ik had al een klein tafeltje voor haar gemaakt, maar het was hem niet helemaal. Hè? Ja, mag wel een beetje groter. En ik was even naar de schuur gelopen. En ik had nog wat hout bewaard. Gooi je toch niet weg. Van andere klusjes. Dus ik had dan wat planken en wat balkjes. En even gekeken. Ik denk, nou, dat kan wel. Nou, naar mijn kind, die zat tv te kijken. Ik zeg, zullen we een bureautje gaan bouwen? Oh, dat zei mijn kind, dat vind ik wel leuk. Nou, mooi zo, doe de tv maar uit. En ik met mijn kind lekker ja, aan het rommelen. Decoupeerzaag erbij. En, met een centimeter, even kijken. En dan komt die moeder komt naar boven. Om een uurtje of 12. En die wil gaan brullen dat de tv uit moet. En tot haar stomme verbazing is de tv helemaal niet aan. En ik zit dan met ons kind te klussen. Aan een bureautje. Kwaad als ze werd, joh. Zo een scheldpartij. Ja, er is weer een verandering, hè? Haar kind krijgt een bureautje. Ja. Liever niet, hè? Want dat is een verandering. Een metathesio. Een metathesio, de verandering, daar zijn ze bang voor. Keyboard spelen bijvoorbeeld. Wat een drama werd het, man. Dus mijn dochter maar van keyboardles. Ja, die had ook geen zin meer in het gezeik van de moeder. En toen mijn dochter op drumles, toen kreeg ik hetzelfde. Mijn dochter ging hartstikke lekker hoor, op drumles. Is er meer. Maar dat hebben we hoe lang volgehouden? 2 jaar of zo. En toen zei mijn dochter tegen mij met een heel serieus gezicht van, nou, ik heb geen talent. Ik ga van drummen af. Ja, ja daar zat die moeder achter. Ja. Zo'n verandering dat je kind leert drummen. En ja, dat kan ze niet hebben. En op allerlei fronten gaan ze dan er tegenin. Oh, 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 oh. Er is ook een gebrek aan creativiteit, hè? Houd het ook in. Want die veranderingen, die moet je beantwoorden als mens. Met creatief handelen. Oh, als dan dit niet kan, nou dan doen we het zo. Oké? Iedereen oké? Dat heeft zij niet. Geen creativiteit. Ook reukvermogen is ook bijzonder laag bij haar. Dat is heel raar. Zo iemand die doet de kattenbak in de woonkamer. Stinken, jongen. En dan wierook branden om die kattenstrontlucht te verdoezelen. Nou, ik ruik dat. Ik ruik wierook met kattenstront en kattenpeers. Ik gadverdamme. Ja, geen reukvermogen. Beduidend minder dan ik. Het betekent dan toch dat die eerste fase van een mens erg belangrijk is. Die jeugd. Er moet voldoende creatieve momenten in zitten, leuke dingen doen. En niet de hele tijd afgebekt worden, verwaarloosd.
krijg je een vervelend karakter van. En geen geurvermogen bijvoorbeeld. En geen creativiteit. Die vrouw die ging ook... die wilde bij het primair onderwijs gaan werken. En een opleiding doen, heb ik allemaal betaald. Voor het eerste jaar. Dat heeft ze 4 maanden volgehouden. En toen werd ze van de stageplek weggestuurd. Nadat ze eerder al 2 waarschuwingen had gehad. En de reden, dat, ja, als je stage mislukt, hè, dan kan je de hele opleiding vergeten. Als primair onderwijsdocent. Al het geld was down the drain, zo zeggen de Fransen. Ze werd van het onderwijs afgestuurd, van de stageplek afgestuurd. Omdat ze heel vervelend deed tegen de kinderen in de klas. Nou, 1 keer gezegd, ja, maar zo gaan we hier niet met kinderen om. En zei ze, oh, ik vond wel een terechte... Ja, maar zo doen we dat hier niet. Oh, nou, nog een keer. En de 3e keer was het, laat maar zitten, doei. Nou, er was een... Die kinderen moesten een tekening maken. Als laatste opdracht. En dan was er een jongetje, die had zijn tekening half af of zo. En het was al 3:15. Dus nog maar een kwartier de tijd. En zei op dat jongetje af en zegt tegen dat jongetje van ja, moet je luisteren. Als je moeder straks komt en dat is over 1 kwartier, ja, zie je de klok, ja. En je tekening is niet af. Nou, ik denk dat jouw moeder daar niet blij mee zal zijn, hoor. Ik persoonlijk dan, hè. Zij zei dan, hè. Het jongetje helemaal in paniek. Kreeg bijna tranen in zijn ogen. Ja, dat was de druppel die de emmer deed overlopen. Ik heb het ook gehad in de serie overigens, voor het slapen gaan, hè? Over empathie. Dat heeft ze helemaal niet. Totaal niet. Ik was een keer, gingen we met z'n 3 wandelen naar de markt hier in Arnhem. Mijn dochter die had stoepkrijt. En die holde vooruit en die maakte een tekening op de stoep. En als we dan dichterbij gekomen waren, sprong mijn dochter omhoog en holde weer 50 meter vooruit. En weer even een tekening maken. En als we eraan gelopen, dan, hup, weer vooruit. En ze stond er om de 50 meter of zo. Een stoeptekening. Ja, toen kwamen we aan op de markt. En daar heb je dan eerst, dat heette de kippenmarkt of zo. Dat is een stuk, daar zitten geen kraampjes. Het is alleen maar een hele hoop tegels bij elkaar. Of straatstenen. En mijn dochter die ging de finale tekening maken. Want we waren gearriveerd. Dus dit was de laatste tekening. En die moest extra mooi worden. Ja, en ik loop samen met die moeder. Loop ik richting ons kind. En ik wilde weten hoe die tekening eruit zag. Zij wilde alleen maar doorlopen. Die trapte ons kind in de buik. En mijn kind zat op de knieën, of de hurken, whatever. Zij trapte ons kind omver. En toen schelde op dat kind. Ja, je ziet toch dat ik er aan kom lopen. Wat zit je dan nou met je knieën op de keien? En nou ophouden met huilen, want daar houdt mama niet van. Ja, het is mijn postuur, hoor.
zijn gevaarlijke mensen. Die mensen die ernstig verwaarloosd en mishandeld zijn tijdens hun jeugd. En het zal altijd zo blijven. En wat er tegenin moet, het is iets van, wat vanuit jezelf komt. Oh ja, kijk, dat jouw ouders niet deugden, dat geeft jou geen recht om zelf dan ook maar niet te hoeven deugen. Lijkt mij, hoor. Ja, en jij voelt je mishandeld. En dat ben je ook. Maar dat gevoel, dat klopt niet. Je bent verwaarloosd, je bent mishandeld en that's it. Ja, het is heel vreemd met die mensen om te gaan. Zo, met ons kind, die moest dan logeren bij haar grootouders. Mijn moeder, daar ging ze graag langs. 1, 2 keer per jaar. Een paar nachtjes slapen. Nou, bij mijn vader mocht ze niet logeren van haar moeder. Waarom weet ik ook niet, maar dat mocht dan niet. En ze moest logeren bij haar ouders. Maar haar ouders die maken de godganse tijd ruzie. En als ze dan ruzie hebben, dan kreeg mijn dochter ook een veeg uit de pan. Dus mijn dochter kwam er helemaal niet graag. 1 nachtje slapen, hooguit. Maar liever geen nachtje slapen. Nou, daar trok zij zich helemaal niks van aan. Het moest. Ze mocht niet bij mijn vader logeren. Bij mijn moeder logeren, daar had ze het ook niet zo op. Maar bij haar ouders moest er gelogeerd worden. Nou, mijn dochter die gooide de kont tegen de krib toen ze 8 was. En dat maakte mijn dochter duidelijk van, ik wil dit echt niet meer. Ik met die moeder overlegd. Ik zei, nou, ons kind heeft zich uitgesproken. En ik vind dat we daar gehoor aan moeten geven. Dus vanaf nu is het logeren, bij jou, maakt niet uit wat, maar het logeren, dat is facultatief. Dat kiest ze maar. En als zij niet wil logeren, dan gaat ze niet logeren. Ja. Punt. Ja, maar, zei ik, in dit geval, dat ging om haar ouders. Ik zei, ik vind wel dat het even doorgenomen moet worden met je ouders. Dat we dat besloten hebben. En dat het vanaf nu een 1-op-1 is. Of 1-op-2, wat je maar wilt. Tussen die grootouders en ons kind. Als ons kind wil. Ze zoeken het zelf maar uit. Maar het is niet langer zo dat wij verplicht ons kind naar hun toe sturen. Daar was ze mee akkoord. Ik zeg, maar dan moeten we wel doornemen met je ouders. Nou, dat wilde ze in de eentje doen. Want dat waren haar ouders. Dan denk ik, ja, het zijn mijn schoonouders, maar. Ja. En ik na een tijdje aan haar vragen van, heb je dat nog gedaan? Ja, ja zei ze, heb ik gedaan. Ik zei, oh. En? Wat zeiden je ouders? Oh, zei ze, nou, die begrepen het wel. Toen dacht ik van, oh, dat is makkelijk.
Ja, 4 maanden later kom ik erachter. Nou, iets langer. Half jaar later of zo. Kom ik erachter dat ze het helemaal niet had doorgenomen. Die mensen wisten van niks. Ja, dan sta je met lege handen, hoor. Dat wordt niet leuk. Met die veranderingsangstige mensen. Die metatheciofoben. Alles moet hetzelfde blijven. Niks mag veranderen. Moeilijke mensen om mee om te gaan. Onmogelijk. Naar mijn mening. En is dat mijn schuld? Nee, helemaal niet. Het is moeilijk mee om te gaan. Naar mijn mening. Dat is alles wat ik erover kan zeggen. Kan je ook zeggen voor onze overheid, hoor. Die wil ook alles bij hetzelfde houden. Die zijn ook metathesiofoob. We willen alles houden zoals het is. Namelijk, wij zijn de baas en jullie betalen belasting. We hebben de taken gelijkelijk verdeeld. Dus jullie gaan werken en wij zeggen wat jullie moeten doen. En de verandering zou inhouden dat we hier in Nederland, dat het van ons is. Met een toezichthouder die bepaalde diensten verleent. En dan krijg je 5 à 10% van het bruto nationaal product. Dat is voor de toezichthouder. En daar moet hij het van doen. En dat kan makkelijk. Kijk, als iedere toezichthouder hier in Nederland de balken en de norm gaat verdienen. Ja, dan wordt het een dure hobby. Ja. Maar dat willen ze graag zo houden. Ja. Zo'n balken en de norm is dan €150.000 per jaar. Ja. En dan ben je de baas over mensen en wat schrapen ze bij elkaar? €24.000? Dat is maar €20.000. Ja. 7 keer zoveel als modaal. Ja, dat willen ze graag zo houden. Geen verandering. Vinden ze erg belangrijk. Alles blijft zoals het is. We zijn bezig om het onderwijs terug te brengen tot 0,0. En dat willen we graag zo houden. Het is moeilijk, hoor, om met zo'n overheid om te gaan. Ik weet niet hoe je dat moet doen. Negeren. Zo. Dat is de moeder van mijn kind. Die komt mijn woning niet meer in. Dat is duidelijk. Voor mij. En voor haar ook. Van, laat maar zitten, meisje. Meisje, meisje. Het is voor mij afgelopen. En ook met de overheid. Het interesseert me niet meer. Ik moet eerlijk doen tegen een liegende partij. Ja. Ah, 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 ah. Waarom? Waarom moet ik wel eerlijk doen? Wat ze ook een keer geflikt heeft, was ik was boodschappen aan het doen. En mijn mobiele telefoon die lag nog thuis. En een klant die belde op met een urgent probleem.
Nou, zij nam de telefoon op. En die hoort het verhaal aan. En die zegt, ja, ik zal de boodschap doorgeven. Nou, dat heeft ze helemaal niet gedaan. Nou, ik heb die klant dus niet teruggebeld. Ja, wist ik veel. En even later, een dag, twee dagen later, belt die klant op. En die zegt, nou, hoe ver staat het? Want ik heb het toch het ding gemeld en ik heb niks meer van je gehoord. En ik zeg tegen die klant, ja, ik weet helemaal van niks. Nou, zei hij, ik heb je vrouw gesproken en die zou het aan je doorgeven. Ik zei, oh, ja, dat is niet gebeurd. Nou, dus ik hoor het hele verhaal aan. Jammer voor de dinges. Ik ga aan de slag. Nou, spreek ik haar 's avonds. Ik zeg, hé, ik heb Peter net gesproken. En die heb jij aan de lijn gehad. En jij zou een boodschap doorgeven. Dat heb je niet gedaan. Nee, zei ze. Ik ben je secretaresse niet. Nee, ze was mijn wettige echtgenoot. Je wordt er knettergek van, hoor. Het levert allemaal problemen op. Met die non-creatievelingen die niet kunnen ruiken, die bang zijn voor veranderingen. En dan ook nog lelijke streken uitvreten. Daar valt niet mee te opereren. Tenzij je op zoek bent naar een ellendig bestaan. Maar dat kan ik me niet voorstellen. En ik dacht in al die jaren van, ah, als ze nou me volhouden en ik doe wel aardig en ik doe wel attent en beste beentje voorzetten. Therapie erbij of whatever. Nou, dan komt het nog wel voor elkaar. Nou, in mijn geval is dat falikant mislukt. Dat kan dus. Ik zeg niet dat het altijd zal mislukken, maar in mijn geval is dat falikant mislukt. Een vriendin van haar, die benaderde mij. Ik woonde toen nog daar. Ik sliep op de bank. En die vriendin van haar, die zei dan tegen mij, nou, jouw vrouw die heeft het heel erg moeilijk met het feit dat jij wil scheiden. Waarop ik tegen die vriendin van haar zei, ja, zij wilde scheiden. En die vrouw die kijkt mij zo aan. En die zegt niks, die draait zich om en loopt de keuken uit. En ik denk, ja, wat doen we nou weer? Dat is mijn schuld toch niet? En zij wilde toch scheiden? Later belde mijn tante, die belde haar nog op om te vragen hoe het ging na de scheiding, in 2010 of zo. En hoe gaat het met jou? En de moeder van mijn kind die zei, oh, het is zo zwaar. Ja, vind je het gek? Ja, had je dat zelf ook kunnen berekenen. Ja, hè? Ik deed 75% van de huishoudelijke taken. Ja, dan ga ik weg. Ja, en dan moet zij plotseling van 25 naar 100% toe. Ja. Dat gaat me niet worden, hè? En zo iemand komt er dan achter. Ja. Gaat dan een beetje lopen jeremiëren. Dus alles kapot maken en dan... Oh, ik heb alles kapot gemaakt. En wie repareert het nou? En kom me helpen. Ja, ga er weer. Bij de relatietherapeut heb ik nog op een dag... ik heb er genoeg van. Hè? En tegen die therapeut gezegd, en we waren er samen. Ik zei, ja, wij hebben dan relatieproblemen. Maar iets wat ermee te maken heeft, is de rol van een jeugdtrauma. En die therapeut zo, ja, maar je bent hier op relatietherapie.
En niet op persoonlijke therapie. Dus ik doe alleen maar relatietherapie hier. En je moet haar nemen zoals ze is. Ah ja. Als ze mijn kind omver schopt op de kippenmarkt. Ja. En tegen elke verandering is. Ja, maar dat gaat niet. Want het leven is veranderlijk. De enige constante is dat verandering is. Verandering is altijd. En als je daar bang voor bent, ja, hallo. Ja, dat wordt een leuk verhaal. Not. Nee, zover over veranderingsangst. Metathesiofobie. Moeilijk hoor, als je het hebt ook natuurlijk. Maar... Maar die metathesiofoben, die denken dat iedereen het heeft. Die vinden het niet opmerkelijk. Ja, ik vind dat wel opmerkelijk. En ondraaglijk. Hey, hartstikke bedankt voor het luisteren hoor. Al mijn bier is op. En jij bent al lang in slaap gevallen. Toch? En dan zal ik heel zachtjes zeggen, op zijn hamburgers. Tjus. En dag lieverd.